Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 17 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Eventjes een koud rillinkje, want het is toch best wel weer frisjes. Ik zal eens even checken hoeveel graden het is. Ja, het is ook 0 graden. Het is zwaar bewolkt, dat merk je ook wel een beetje buiten. Ik moet eventjes heel snel wat aan mijn boodschappenlijstje toevoegen. Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik deze week wel gewoon boodschappen ga doen. Dus ik zet hem eventjes erbij op voordat ik het vergeet, want mijn beschuit is op. Ik weet nog niet wanneer. Het kan donderdag worden of vrijdag. Dat zou ik vandaag horen. Mocht het vrijdag worden, betekent dat ik morgen de slaapkamer ga doen. En dan kan ik vrijdag nog wel even mijn bed verschonen. Maar dan is dat in ieder geval klaar. Dus dat ga ik eventjes zien. Dus ik denk dat ik dat vanavond of zo wel hoor. Gisteren heb ik gekeken naar Goede Tijden en het nieuwe seizoen van Married at First Sight begon. Wat ik zelf wel een verademing vind, je ziet niet meer die hele testdagen. Je zag wel kleine stukjes. Voorheen zag je hele testdagen, dat maakt het al best wel langdradig. Nou, dat zie je niet meer, dat was vorig seizoen al niet meer. Ik verbaas me toch alleen wel een beetje over wat ze allemaal van je opmeten. Omvang van je lichaam, ze meten op hoe lang je bent, nou het gewicht zal er ook wel bij komen. Ze nemen zelfs speeksel af, nou ja, het zal allemaal te maken hebben met het matchen. Ik geloof er zelf niet heel erg in, ik vind het heel erg leuk om naar te kijken. Maar ja, ik denk gewoon, je vindt iemand leuk of je vindt iemand niet leuk, al kun je nog zo goed bij elkaar passen. Kan ook op een gegeven moment de koek opraken en kunnen mensen alsnog uit elkaar zijn of gaan. Ja, en soms blijven mensen wel bij elkaar. Maar ik vond het voornamelijk best wel grappig, want er werd dus aan het begin van het programma ook aan die experts gevraagd van ja, hoeveel paren blijven er bij elkaar dit keer? Nou, er verschilde best wel een beetje qua meningen, zeg maar. De een die riep 3, de ander riep 5, er was er zelfs eentje die zei 6, ze hebben 7 paren. En dan zie je het eerste koppel, die dan met elkaar gematcht zijn. En ik heb meteen al zoiets, dit gaat hem niet worden. En dat is heel makkelijk om vanaf de bank te roepen, dat begrijp ik. Ik zit er zelf niet in. Maar ik had gelijk zoiets van, ik zie hem niet. Het was een jongen, heel rustig, ook wel heel liefelijk, denk ik. Zo kwam hij tenminste over. En die was gekoppeld aan een vrouw. Die wist heel goed wat ze wilde. En daar is op zich niks mis mee, hè? Ik bedoel, het is heel fijn als je precies weet wat je wil in je leven, wat je zoekt. Dat kan iets makkelijker maken. Als je niet zo zoekende bent, als je precies weet wat je wil. Alleen, wat ik dan gelijk al heel erg voor me zie, ik denk dan, dat is mijn gevoel, hè? Dat is gewoon een hele eerste indruk. En het is net wat ik zeg, het is heel makkelijk om vanaf de bank te roepen. Ik denk meteen, deze vrouw die gaat gewoon kaart over deze man heen lopen. Dat zag ik gewoon al voor me. Gewoon, ik weet het niet, ik zag hem niet. En ik was niet de enige hoor, want social media mensen zagen het ook niet. En er zijn al mensen die kijken dan vooruit. Dus ik weet ook helemaal niet hoe het verder gaat volgen. Ik bedoel, we hebben pas 1 aflevering gezien. Dus we gaan het ook wel zien. Het was op zich gewoon weer leuk om naar te kijken. Dat trouwen, dat vind ik dan nooit zo heel interessant. Terwijl dat wel het hoofddoel van het programma is. Maar ik vind het vooral interessant daarna, hè. Als ze dan op huwelijksreis gaan. En dan als ze dan bij elkaar thuis gaan komen, hoe gaat dat verder dan? Dat vind ik altijd weer interessant. Ik heb nog even een spel gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt. Die is ook al opgeslagen, dus dat is fijn. Dat is echt gewoon beter met het programma. En toen heb ik even mijn foto's bewerkt. Ik moest even 1 nieuwe maken, daar was ik niet tevreden over. Toen ben ik lekker safe gaan kijken en daarna nog even CSI. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik heb wel weer de badjas aangetrokken, want ik vond het toch wel weer koud. Ik slaap alleen de laatste tijd niet zo heel erg lekker. Ik heb dus heel erg last van mijn zij. Dus dan word ik wakker en kom ik heel moeilijk weer in slaap. Dus ik heb er nu een kussentje onder gelegd toen ik weer wakker was geworden. En toen ben ik vrij snel in slaap gevallen, want dan voel ik de pijn niet. Dus dat is wel fijn. Ik ga zometeen hier schoonmaken, maar ik heb het snoer van het open haartje weggewerkt. En ik ben zelf heel trots geworden op het resultaat. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat heb gedaan. Dus dan wil ik jullie daar even in meenemen. Het was nog eventjes een gedoetje, maar het is me uiteindelijk gelukt. En net wat ik zeg, ik ben er heel erg blij mee. Dus ik ga jullie dat laten zien en dan ga ik eventjes om te schoonmaken. Oké, ik heb hier dus nog een heel stuk voor het snoer te
weg te laten lopen. En toen dacht ik, het lijkt me wel ideaal om dat te doen bij de open haard. Dat je dat snoer niet meer ziet. Dus dat wil ik eigenlijk doen. Maar ik moet hem eventjes opmeten en eventjes op maat zagen. Want hij is eigenlijk te lang. Ik was blij dat ik hem zag. Dus dat wil ik nu eventjes gaan doen. Eventjes proberen of ik dit voor elkaar krijg. Dus ik moet even op zoek naar een zaagje en dat soort dingen. En dan ga ik eventjes proberen of ik hem kan ophangen. Ik ga hem eventjes opmeten in ieder geval. Dan is dit het eindresultaat nu het snoer is weggewerkt. Ik vind het echt gelijk een stuk beter. Ik heb ook deze er een stukje ingedaan. En als ik hem dan even erachter wil zuigen, kan ik hem er gewoon aan de achterkant even uittrekken. Maar het ziet er gewoon gelijk een stuk netter uit, zodat je dat snoer niet meer ziet. Dus ik ben er zelf echt super blij mee. Dat je dit gewoon eigenlijk op zo'n mooie manier kan wegwerken. Dus hij moet eigenlijk hier een heel klein stukje naar boven. Dan kan ik hem gewoon even iets verschuiven. Dan is hij helemaal perfect. Zo, ik ben weer lekker klaar. Het was wel snel. Iets later dan ik had verwacht. Maar ja, dat komt omdat ik dan de grote schoonmaak doe. En dan doe ik alles echt maar ook echt heel grondig. Want dan haal ik ook de boeken van de planken af. En haal ik het tafeltje op zijn plek, mijn gedenktafeltje. En goed. Alles gewoon even lekker heel grondig gedaan. Ik zet mijn tafel altijd even in de olie. Vind ik zelf altijd heel prettig. Dan blijft hij een beetje mooi van. Dat heb ik gedaan. Ik heb een was aangezet. Die is ook al bijna klaar. Toen ben ik even naar boven gegaan. Ik moest even iets uitprinten. En ik moest nog even twee bonnetjes inscannen. Dus die heb ik ook even ingescand. Die staan nu veilig op de computer. Dat is ook wel heel fijn. Ik maak dan altijd een mapje. En daar zet ik de bonnetjes in die belangrijk zijn. Stel dat je iets hebt met een product wat terug moet. Dan kun je dat altijd weer terugvinden. Omdat bonnetjes natuurlijk altijd heel erg ver... Ja, op die tekst die gaat op een gegeven moment heel erg... verwazigen. Maar dat heb ik allemaal gedaan. Nu heb ik net de katten lekker eten gegeven. Ik heb even weer wat oud papier bij elkaar geraapt. Ik heb nog niet gehoord wanneer het naar boodschappen doen wordt. Dus misschien dat ik dat vanavond nog hoor. Ze had gezegd dat ik het vandaag zou horen. Dus ik wacht er wel eventjes op. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Want ik voel die benen wel steeds. En dat is een beetje vervelend. Dan hoop ik dat de was zo klaar is dat die ook gelijk even in de droge kan.
Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En het schijnt dus dat vanavond weer Married at First Sight komt. En ik vond het in eerste instantie wel een beetje gek. Want normaal gesproken deed ze het ook inderdaad 2 avonden per week. Maar ze had het eigenlijk niet echt aangekondigd. En ik had ook niet gezien wat er wel zou komen. Dus ik keek even in de tv-gids. Toen zag ik inderdaad dat het vanavond weer komt. Dus dat ga ik dan wel weer kijken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog in plannen. Moet ik even een thumbnail van maken. Nog even 1 nieuwe foto maken. Dan kan ik de blogpost online zetten. En dan ga ik lekker verder met Safe. Volgens mij heb ik nog maar 2 afleveringen, dus dat is hard gegaan. Dat is ook wel heel grappig. Hij is ook weer heel hoog in de top 10 nu binnengekomen. Hij staat volgens mij op plek 8 nu. Maar dat komt echt omdat ze die Fool Me Once serie hebben gelanceerd. En daardoor zijn er 2 andere series van dezelfde boekenschrijver dus ook weer hoog in de top 10 lijst gekomen. Ook The Stranger, maar die heb ik zelf al gezien. Nou, ik ga nog even CSI kijken en dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. En dan horen jullie morgen wel wat de planning wordt, want ik weet het nu ook nog niet. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken en dan ga ik lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 18 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik was even een plek aan het zoeken waar ik een beetje goed kon zitten met filmen. Want het is best wel zonnig buiten en die schijnt altijd een beetje vervelend naar binnen. Maar ik heb nu wel redelijk een plek gevonden. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken en daarna weer Married at First Sight. Op zich wel leuk, maar ik vind altijd sommige dingen zijn een beetje bijzonder. Maar eigenlijk kan je er niet zo heel veel over zeggen natuurlijk na 2 afleveringen. Je hebt gewoon je mening, maar ja, het is ook niet altijd... je hebt ook niet altijd gelijk natuurlijk, maar goed... Op zich worden de meningen die ik erover heb op social media ook wel een beetje gedeeld. Dus wat dat betreft, denk ik dat ik het wel goed zie. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven en heb ik de vlog geüpload en een thumbnailtje gemaakt. Dat ging allemaal wel prima. Ik heb alvast wat foto's bewerkt voor het artikel van morgen. Die moet ik vanavond even afmaken. Er moeten ook weer een paar nieuwe bijgemaakt worden. Dan ben ik daar niet tevreden over. En dat komt dan best wel precies. Dus dat moet ik nog wel eventjes doen. Toen ben ik lekker naar Safe gaan kijken. Ja, wat gewoon echt een hele goede serie is. Ik ben ook wel heel benieuwd of er hierna nog een serie uit diezelfde boekenreeks is. Zeg maar, van dezelfde schrijver moet ik zeggen. Die ik misschien nog niet gezien heb. En daarna had ik CSI. Daar ben ik wel bijna doorheen. Maar ik heb inmiddels begrepen dat er nog wel een 3e seizoen gemaakt wordt. En dat vind ik wel super leuk. Dit is de enige CSI die je kan terugkijken via Videoland. Ik had het ook wel leuk gevonden om de andere series ervan te kunnen kijken. Want dit is eigenlijk een spin-off van CSI. Maar die kan ik niet terugvinden. Ja, op RTL Prime wordt het wel uitgezonden. Maar daar heb ik niet zo heel veel aan. Want dan zijn ze al zo ver in de seizoenen. Daar heb je niet zo heel veel aan. Daarna ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Het slapen gaat nog steeds niet goed. Ik ben toch weer wederom wakker geworden. Dus ik had eigenlijk gedacht, nu ik duidelijkheid heb ook wanneer ik de boodschappen ga doen. Ik heb ook al een tijd. Zal het wel beter gaan, maar dat was helaas niet het geval. Dus het is toch iets anders waardoor ik niet zo lekker slaap. En ik weet eigenlijk niet wat daar dan de oorzaak van is. Maar goed, dat moet ik maar even uitzoeken. Ik ga nu dus de slaapkamer doen. Die zou ik normaal gesproken morgen doen. Maar morgen ga ik dus de boodschappen doen. Ik denk wel dat ik morgen even mijn bed ga verschonen. Want in mijn hoofd werkt het dan niet als ik nu al mijn bed verschoon. En ik doe dat altijd op vrijdag. Dus ik vind het eigenlijk gewoon lekker om die dan op de vrijdag toch te pakken. En ik ga morgen al op tijd een beetje de deur uit. Als ik terug ben kan ik nog prima even dat bed verschonen. Dus ik denk dat ik dat wel even ga doen. Dan kan ik in ieder geval het eromheen eventjes helemaal doen. Ik zag ook dat de bloemetjes wat beginnen uit te vallen. Bloemen en ik. Plantjes en ik. Op de een of andere manier gaat het fout. Ik heb sowieso altijd de pech. Ik kan ze niet in de woonkamer zetten want mijn katten knagen eraan. Althans één van de katten knaagt eraan. Maar ze beginnen een beetje uit te vallen, dus het gaat niet heel goed. Dus ik ga ze zondag in ieder geval wel even in de douche zetten als ik ga schoonmaken. Want de katten komen ook op de slaapkamer. En als ik dat plantje laat staan, dan wordt het helemaal niks. Maar ik ga jullie meenemen. Dus ik ga eventjes hier verder stofzuigen. Eventjes een handwas aanzetten, want de kleed was ondergespuugd. Dan is die weer schoon. En dan ga ik eventjes muziekje aan doen. Dan ga ik aan de gang. Thank you.
Zo, ik ben net klaar. Het was eigenlijk wel goed dat ik nu het bed niet hoefde te doen. Ik kwam niet zo makkelijk vooruit als normaal. Maar het kwam ook, ik heb even wat was naar boven gebracht. En even wasmand gelegd. Ik heb dan al even bedden goed gepakt, zodat ik dat morgen dan even kan doen. Maar dan deed het toch nog best wel, het ging niet zo vlot als normaal, zeg maar. Maar ja, goed, soms heb je dat. Dat geeft ook niet. Ik heb ook al kleding gepakt voor morgen, dus dat is op zich ook wel fijn. En dan heb ik vanavond nog een hele wasmand met ondergoed wat ik allemaal even weg moet vouwen. Maar dat moet allemaal eventjes terug de la in, maar dat kan ik wel even bij de televisie doen. Katjes hebben net lekker hun eten op, dat is ook wel weer fijn. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks eventjes lekker douchen. Ja, en eten. Ja, ik heb nu maar even gewoon wat uit de vriezer gegrepen. Ik had gelukkig nog Mora hamburgers. Maar ja, echt, ik had niet eigenlijk... Ja, ik had eigenlijk tot en met gisteren, zeg maar, eten gekocht. Omdat ik natuurlijk niet wist wat de bedoeling was. Maar goed, gelukkig had ik nog wat in de vriezer. Dus dan maak ik dat gewoon eventjes op. Dus dat ga ik dan gewoon eten. Vanavond heb je gewoon goede tijd. Je hebt ook, doet hij het of doet hij het niet. Ik weet niet of ik dat leuk vind. Ik kan het een kans geven. En als het niks is, nou, dan zet ik door. Dat is ook prima. Ik ga sowieso nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik eventjes heel hard bezig met die foto's. Nou, dan ga ik weer safe kijken en daarna weer even CSI. En dan ga ik lekker naar bed nog even een boek lezen. En dan hoop ik dat ik iets beter slaap. Maar ja, morgen dan, dan denk het haast niet. Want ik weet dan dat ik er morgen op een bepaalde tijd ook uit moet, zeg maar. Omdat ik dan de wekker zet en meestal slaap ik dan ook niet zo goed. Maar we gaan het wel zien. Ik ga jullie in ieder geval dan morgen zien. En ik ga nu toch niks meer doen. Dan eventjes lekker in de relax modus, wel lekker. En nou ja, dat dus. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 19 januari. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo meteen de deur uit, want ik ga boodschappen doen. Mijn coach die is er om 1 uur. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna dat doet hij het of doet hij het niet. Ik vond het wel grappig. Er was natuurlijk al best wel veel ophef geweest over dat dit programma terugkwam. Maar ja, het is natuurlijk helemaal in een nieuw jasje gestoken. Er schijnen dingen wel echt overheen te komen. Ja, ik kan daar geen mening over vormen. Want ja, dat programma was eigenlijk ver voor mijn tijd. Maar ik vond het wel leuk om naar te kijken. Was af en toe ook wel grappig. Moesten ze een tent opzetten met bokshandschoenen aan. En dan, ja, er stond een harde wind. En dan waaide die tent weer alle kanten op. Dus het was wel grappig. Er was ook een item, dat was met een klein kindje. Die mocht dan kiezen voor zijn ouders. Van, ja, wil je die vakantie dat je ouders carnaval kunnen vieren daar of daar? Of wil je die auto's? Ja, dan kiezen ze toch voor die auto's. Ja, dat is gewoon heel grappig. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik daarna even alle foto's afgemaakt met bewerken. Ik moet nog even een paar nieuwe maken. Daar was ik niet helemaal tevreden over. Dat komt bij mij altijd best wel precies. Dus die ga ik nog eventjes opnieuw doen. En toen ben ik safe gaan kijken. Vanavond alweer de laatste aflevering. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die ontwikkeling nou uiteindelijk zal zijn. En toen nog even CSI. Toen ben ik naar bed gaan, heb nog even mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik begon gisteravond ineens keihard, hoorde ik neerslag. Dus ik dacht in eerste instantie dat het regen was. En toen keek ik naar buiten later. Ik had eigenlijk de boel al dicht, maar toen kwam ik in de keuken. Toen keek ik naar buiten. En toen dacht ik... Het is wit en je ziet het echt nog steeds, maar het was dus wel hagel. Kijk, je ziet hier dus nog wat hagel liggen. Maar het is dus echt allemaal hagel. Het lijkt sneeuw, maar het is dus hagel. Dus het was ineens wit, maar ja, het was dus hagel. Ik ga even de stofzuiger erheen trekken. Dan ga ik mijn schoenen aan doen en dan ga ik straks de deur uit. Dus ik neem jullie nog wel eventjes mee met boodschappen doen. En ga ik het eventjes verder afmaken, zodat ik de deur uit kan. Dus ik zie jullie later weer.
Zo, ik ben terug van het boodschappen doen. Ik was nog even bij Trekpleister geweest, had ik jullie bij meegenomen. Want ik had gehoopt dat ze die Dragon collectie daar hadden van Essence. Omdat ik nog heel graag die lippenstifthouder wilde hebben. Maar die hadden ze niet, want de Juicy Bomb collectie lag er. Maar goed, ik heb allereerst katgrit. Ik ga het volgende week weer even bij die welkoop halen. Dus ik heb hier gewoon eventjes bij de supermarkt eentje meegenomen. Maar dit is ook zo op, want ja, met katten ben je er snel doorheen. Ik heb de schuit gekocht. Een aantal schijfjes weer. Ja, nu kon ik ze in één keer gewoon weer halen. Dat was wel fijn. Ik heb nog dit leuke theedoekje, handdoekje gekocht in de leuke roze kleur. Die was een euro bij de Boni. Dus die moet ik even uitwassen. Patatjes. Even weer huishoudhandschoentjes, want die van mij, daar zat alweer een gat in. Dat is gewoon niet zo lekker. Twee keer bakken en braden. Die was 2 voor 3 euro. Dus die heb ik meegenomen. Dan heb ik ook nog 2 wolkentoetjes gekocht met choco. Dus gewoon zo'n lekker toetje. En er zit aan de onderkant slagroom. Die waren nu ook een euro. De andere ligt op zijn kop. Nou, maar goed dat de slagroom aan de onderkant zit. Ook mijn gewone toetjes weer. Dan heb ik hier nog chocomel. En dan zal ik de volgende toch. Ik heb de grote baasje gekocht. Die was nu 10 euro bij de Boni voor 40 rollen. Dus die heb ik gekocht. Bij de Plus hadden ze het ook in de aanbieding. Maar dat waren 6 rollen voor een euro. Geen wc-papier te vinden natuurlijk. Dan heb ik eventjes deze een blokker gel. Ik heb mijn afvoerdiesel nog wel eens verstopt. En die hadden ze nu bij de Lidl. Dus die heb ik eventjes gekocht. Dan heb ik die leuke trui die ik dus al in allerlei kleuren had gekocht, ook nog in het zwart gekocht. Die hadden ze in de winkel nog in het zwart. Toen dacht ik, nou, dan wil ik die ook nog wel hebben, want het zijn zulke heerlijke truien. Dat wil ik morgen ook allemaal even uitwassen. Weer spekjes. Ik heb ook weer gelijk even mondwater gehaald. Ik had hem gisteren aangebroken en dan vind ik het fijn als er weer een nieuwe staat. Ik heb even 2 keer de Felix gekocht. Bij de Lidl is die gewoon best wel goedkoop. Je betaalt 3,09 euro. Dat is veel goedkoper als bij de andere supermarkten. Dus toen dacht ik, nou dan neem ik gelijk 2 dozen mee. Want ik heb al een paar keer gehad dat ik bij de Lidl toch misgreep. Dan heb ik hier lekker spinazie vers geschept bij de groentewinkel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat nu kostte, de spinazie. 98 cent. Nou, geen geld. Dan heb ik hier boontjes, ook weer. Slavinken. Van maandag lekker gehakt. Had ik wel weer een keer zin in een gehaktballetje. Dan heb ik nog de paasje toiletpapier meegenomen. Was ook een euro, dat vochtige toiletpapier. En deze mag je ook doorspoelen. Sensitive en is parfumvrij. Dan heb ik 2 keer pro-glazuur gekocht. Ik vind het wel fijn om dan... ik poets 2 keer dan per dag mijn tanden. Maar ik vind het dan fijn om dan 1 keer per dag met deze te doen. Want die had ik altijd. Maar hij is best wel duur. En om hem zo te kopen vond ik hem best wel duur. Maar hij was nu 1+1. Dus nu had ik er eigenlijk 2. Dus eigenlijk in feite betaal je dan 3 euro nog wat per stuk. Dat vind ik wel een goede prijs. We hebben toch even... Hallo tijger. Zou jij voor het beeld weg willen? Dat zou heel fijn zijn. Dankjewel. De rundvleeskruiden. Ja, weet je. Ik dacht, nu ben ik er. Dan kan ik hem net zo goed gelijk gewoon eventjes meenemen. 2 doosjes frikandellen. En ik heb weer de bekkers. Want die waren nu een euro. En ik heb nog eventjes een fotolijstje gekocht. Ik moest nog een fotolijstje hebben voor de foto van mezelf met de nichtjes. Met de meisjes. En bij de Hema was die heel duur. Ik had ze op internet gezien, die waren dus goedkoper. Maar nu was deze 5 euro. En Action heeft deze maat niet. Dus ik hoop wel dat hij nu past. Als hij niet past, kan ik hem altijd even terugbrengen volgende week. En ik heb mezelf getrakteerd 2 chocorepen. Dat doe ik normaal niet snel. Maar dit zijn de Milka confettirepen. En die vind ik zo lekker. Dus ik heb er 2 meegenomen. Die waren een euro. Dus dat waren even de boodschappen. Ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik even, ja, nog even lekker wat doen. En dan, ja, ik vind het wel lekker. Want het is nog lekker vroeg. Dus ik ga in ieder geval eerst even lekker opruimen. Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb de boodschap opgeruimd. Ik ben nog even naar boven gegaan. Daar even nog wat opgeruimd. Maar het is gewoon een beetje, ja... Ik had wel de verwarming iets aangedaan voordat ik wegging. Maar ik vind het niet super warm. Dus straks maar weer even wat meer aan. Dus dat is wel lekker.
En ik doe inderdaad, als ik de deur uit moet, doe ik bewust geen dikke trui of zo aan. Omdat ik dan in mijn jas best wel een kans heb dat ik een beetje ga zweten. Dat vind ik gewoon nooit zo heel fijn. Dus vandaar dat ik dat eigenlijk niet doe als ik wegga. Maar goed, dan heb je het inderdaad wat frisser omdat je wat dunner gekleed bent. Dus ja, maar het was wel fijn. Ik ben blij dat ik alles weer binnen heb. Dus nu ga ik soms eventjes lekker relaxen. Katjes hebben ook net lekker hun eten weer op, dus dat is altijd fijn. Dan straks even lekker warm douchen en eten. Daar kan ik nu heel veel genieten van die warme douche. Ik ga zo ook even een makkelijke broek aantrekken. Dat vind ik wel lekker. Dan ga ik vanavond, denk ik, even dat programma op 6 kijken. Het jaar van. Het is geloof ik wel een jaar in de 70. Daar zal ik niks van weten, maar het is even goed wel leuk om terug te zien. Ik ga even kijken wat daar gebeurt. Want het bevalt niks. Hey. Dat ga jij niet doen. Mickey die vond het nodig om erin te gaan. Verder ga ik vanavond nog wel even een spelletje doen. Ik moet sowieso mijn blogpost schrijven. Ik hoop dat ik het allemaal voor elkaar krijg. Maar ik ga het gewoon kijken hoe ver ik kom. Even de video in elkaar zetten. Thumbnail maken. Dan ga ik weer lekker safe kijken. En daarna weer sleepers. En ik ben heel benieuwd hoe Steve afloopt. Want het is vanavond de laatste aflevering. En mijn nagellak gaat er straks even af. Want die is heel lelijk geworden. Dus dat wordt mijn avond. Dan in ieder geval lekker nog even mijn boek lezen. Misschien dat ik hem uitkrijg. Ik weet het niet. Ik moet even kijken. Hij leest op zich wel makkelijk weg. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. En eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 20 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de verwarmingen lekker een beetje aangedaan. Het is behoorlijk fris en het was nu op de slaapkamer ook wat aangenamer nu die wat warm was. Muis moet even ruiken wat ze allemaal ruikt. Ik denk dat je de lipstick ruikt, Muis, want die heeft een beetje een geurtje. Ik heb gisteravond gekeken naar dat jaar van... Het was een jaar in de 70 nu, dus dat lag wel een beetje natuurlijk ver buiten mijn kennen. Want ja, ik ben natuurlijk niet uit de jaren 70. Maar op zich wel leuk om te zien, ook wel heftig zeg maar, hoe de mensen dan reageerden. Nu zat bijvoorbeeld de dood van Elvis erin, dat mensen daar toch helemaal op reageerden. En ja, dat ze dan ook echt een foto toen de tijd hadden gemaakt die echt in die kist lag en zo. Ja, dat zijn best wel dingen, dat heb je nooit meegekregen natuurlijk. Dus nou ja, goed, op zich wel interessant om terug te zien. Ik heb daarna nog even een spel gespeeld. Toen ben ik video in elkaar gaan zetten, heb ik mijn blogpost geschreven. Ging niet helemaal lekker, maar het is uiteindelijk wel gelukt en dat is wel fijn. Toen heb ik de laatste aflevering van Safe gekeken en ik moet zeggen, ik was zo verbaasd, want in deze serie wordt dus een jongen vermoord en eigenlijk tot het laatste moment weet je gewoon niet wie de dader is. Dat je hebt dan wel vermoedens de hele serie door, dat je denkt, nou die maakt wel een kans, want die vind ik verdacht. En uiteindelijk was het zo een schok om te weten te komen wie het nou eigenlijk had gedaan. En dat vind ik wel goed aan de series van deze schrijver. Dus ja, ik was wel heel erg onder de indruk. Ik vind het dan wel jammer dat je bijvoorbeeld niet te horen krijgt hoe lang zo'n iemand dan straf krijgt of zo. Dus dat zit er dan niet meer in. Maar het was wel, ja, heel bizar gewoon. Toen heb ik naar even Sleepers gekeken. Dat was ook alweer spannend. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen. Toen ben ik ook wel gaan slapen. Ik was op zich wel moe. Zometeen ga ik eventjes, als ik stof gezogen heb, ga ik eventjes de handwas aanzetten met de nieuwe kleding sowieso. En ik zag dat Catrice en Essence weer spullen bekend hebben gemaakt die het assortiment gaan verlaten. Dus ik wil eventjes kijken wat ik van die spullen nog in mijn stash heb zitten. Die ga ik even apart leggen, zodat ik die eventjes in een apart doosje kan doen. Zodat die dan even voorrang hebben met het schrijven van een blogpost. Dus daar ga ik jullie dan eventjes in meenemen. Maar ik ga zo eerst even stofzuigen en zo. Dan is dat ook weer gedaan. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Niet heel veel bijzonders, maar ja, op zich wel gewoon even lekker om mee bezig te zijn. En ik dacht, nou, dat vind ik wel een leuk klusje voor de zaterdag. Dus ik ga jullie gewoon meenemen.
Ik had trouwens deze afwasmiddel nog staan van de Action met orange en jasmijn. En hij ruikt echt super lekker, maar met afwas is het echt een drama, want je sop slaat dood. Dus ik ga hem zo toch maar eventjes weer de dref pakken. Toen zei mijn moeder, je kunt hem ook wel gebruiken met dweilen. Dan moet je gewoon 1 of 2 drupjes in je dweilwater doen. Kun je daar wel voor gebruiken, dus dan ga ik dat wel doen. Want om af te wassen is dit echt helemaal niks, want die sopt gewoon niet. En ja, het slaat heel snel dood en dat is gewoon niet echt lekker. Nou, dit gaat er dus allemaal uit. Ik heb hier allemaal van die lippenbalsems van Hardcore. Van Essence. Die zouden er dus allemaal uitgaan. Die gaan hier gelijk in het doosje. De Algae lipolie gaat eruit. En ja, ook al die dingen van de Disney collectie gaan eruit. Ik heb hier nog een Melting Kiss lipstick. Dit oogschaduwpaletten gaat eruit. Het zijn allemaal van die vaste assortiment dingen. Ook deze lipsticks. Dit zijn de Scandalicious lipsticks. Ja, en ook deze zou er al uitgaan. Het zit allemaal op internet. Dus ik heb het gewoon allemaal bij elkaar gehad. En zelfs deze staan er al bij om eruit te gaan. Dus nou ja, ik weet het niet. Ik ga het in ieder geval nu allemaal bij elkaar leggen. En dan ga ik hier de komende tijd de spullen uitpakken. Ik vind het wel raar dat deze erbij staan. Ze zijn echt net nieuw in het assortiment gekomen. Maar ja, ze staan erbij. Dus het zal wel dan. Zo, handwas is klaar. Ik was alleen die blouse vergeten, die grijze. Maar die lag dus nog boven. Maar ja, die paste er ook eigenlijk niet meer bij. En het zit er nou ook wel vol. Dus, nou goed, ik heb het in ieder geval, dat is klaar. De make-up is uitgezocht. Ik ben alleen een nagellakkleurtje, die kan ik even niet vinden. Ik weet dat ik die heb. Dat is zo'n roze, zo'n Barbie roze kleur. Die moet ik nog even opzoeken. Want die gaat er blijkbaar ook uit. Dus zo heb ik toch wel wat dingen kunnen verzamelen. Ik heb boven niet zo heel veel meer gedaan, want het was toch best wel fris. Ik ben even lekker in mijn nieuwe blog en YouTube-boek aan de gang gegaan. Eventjes de opzet van januari een beetje opgezet, geprobeerd. Ik moet nog wel een voorkant en alles, maar het was ook wel fijn. Gewoon het gevoel dat ik daar alweer een beetje mee bij ben, dat vind ik dan wel lekker. Dus eigenlijk was het op zich wel gewoon een relaxte zaterdag met wel wat klusjes, maar niet heel uitgebreid. Dus dat vond ik wel lekker. Maar nu heb ik het ook wel weer wat kouder, want straks was het dan heel erg warm. Maar ja, nu is het dan toch wel weer wat frisser, dus straks gaat de verwarming lekker weer wat hoger. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen, dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nou, je hebt vanavond, weet ik veel, ik ga wel gewoon weer meespelen in de hoop dat het lukt met de app. Maar ja, goed, dat weet je toch nooit van tevoren, dus maar eens eventjes kijken hoe en wat.
Nou, ik ga nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Even kijken of het nu weer even wat verder komt. En wat de opdrachten nu weer zijn voor Minnie Mouse, hopelijk. Dan ga ik de vlog in elkaar zetten voor zover het lukt. En eventjes kijken als er nog tijd over is. Misschien alvast met de nieuwe producten van Catrice zijn aangekondigd. Daar heb ik een persbericht van gehad. Maar ik moet dat nog eventjes allemaal kijken. Dat moet ik allemaal nog helemaal gaan bewerken en zo. Dus ik even kijken of ik daar al een beginnetje mee kan maken. Uiteraard moet ik een nieuwe serie uitzoeken. En ik heb echt nog geen idee welke. Misschien is er nog een serie op Netflix van die Harlan Coben-reeks die ik nog niet heb gezien. Dus daar wil ik op zich even naar kijken. En ik ga dubbel leven kijken. En dan ga ik lekker naar bed. En ik denk dat ik vanavond mijn boek wel ga uitlezen. Dus dat wordt verder ook mijn avond. Niet heel bijzonder, maar eigenlijk gewoon prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want ja, ik begin een beetje... Ik weet, aan het einde van de middag ben ik altijd een beetje zo van... Een beetje de energie die vloeit eruit, zeg maar. Dus dat is altijd een beetje lastig. Maar goed, ik ga dus relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 21 januari. Ja. Beetje fris. Ik heb wel de verwarming even iets aangedaan. Het is ook buiten echt... Ja, het is 4 graden, maar er staat best wel een harde wind. Dus dat merk je wel. Gisteravond, ja, ik speelde weer mee met weet ik veel. En die app, die was weer aan het crashen. Het is echt niet grappig meer. Hij heeft al heel veel moeite om met de televisie te verbinden. Je kunt ook spelen zonder synchronisatie van de televisie. Alleen dan lopen je vragen dus voor. Dus dan krijg jij de vragen, terwijl ze op televisie nog niet zo ver zijn. En dat betekent dus ook dat je als je vragen hebt waar een plaatje bij hoort, die krijg jij dus niet te zien, omdat die televisie achterloopt. Nou, dan krijg je op een gegeven moment reclame. Maar dan moet hij dus na die reclame moet hij weer opnieuw verbinden, die app. Ja, en dat gaat ook gewoon heel vaak fout. Ik stond echt op het punt om weer een voldoende te halen. Maar toen is die app dus in de reclame gewoon door gaan lopen. En ik heb die tablet naast me neergelegd. Ja, en toen was ik ineens al bij vraag 47. Terwijl ze op televisie pas bij vraag 41 waren. Dus zodoende had ik echt heel veel vragen gemist. En dat is gewoon echt niet leuk. Dus ja, er schort nog steeds heel veel aan. Er waren ook best wel weer wat klachten. Ja, weet ik veel, is heel erg leuk om te kijken. Maar het is ook, het maakt het leuk omdat je mee kan spelen. Op deze manier is het niet zo heel erg leuk. Ik heb nog wel even Disney Dreamlight Valley gedaan. Dat was wel weer leuk. Dus ja, dat ging op zich wel, wel goed. Toen heb ik de vlog voor het grote gedeelte in elkaar gezet. Ben ik met een nieuwe serie gestart. En ik zal heel eventjes kijken hoe die heet. Want het is een Franse serie. Eventjes kijken. Hoe heet de serie? La Forêt. Het gaat over een meisje die verdwijnt. Het is in de buurt van de Ardennen. Maar het is wel het gedeelte waar ze dus Frans spreken. En ja, er zitten best wel wat geheimen in. Dus ik zat er op zich wel gelijk lekker in. Dus ja, het was wel heel spannend. En daarna nog even dubbel leven. Toen ben ik naar bed gegaan, heb mijn boek uitgelezen. Ik ben gelijk weer met de nieuwe gestart. Want eigenlijk zat er niet zo heel veel bladzijden meer in het boek. Het leek nog langer te duren dan dat het eigenlijk uiteindelijk was. Dus nou ja, dat was verder allemaal prima. Ik ga nu eventjes zo stofzuigen en eventjes de grond afhalen en het gehakt draaien. Ik ga ervan uit dat er 4 ballen uitgaan. Ze kunnen er ook nog wel weer een paar in de vriezer. En dan ga ik straks eventjes nog naar boven en ik ga sowieso foto's maken. Dus ik zal sowieso even de producten laten zien die ik weer ga fotograferen. Maar ik ga nu eerst gewoon eventjes lekker stofzuigen en dat soort dingetjes doen. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Ajax is 16:45, dus dat duurt nog eventjes. Dus dan kan ik intussen morgen nog even wat dingen doen. Oké, ik heb even alle fotospullen gepakt. Ik ga dus nu het Pro Slim Eyeshadow Paletten van Blush & Ocean doen, van Catrice. Heel mooi paletten. De 2 crease blushes ga ik doen. Deze heb ik natuurlijk in video wel getest, maar deze ook nog niet. En dan heb ik hier de Juicy Bomb Lip Polish in deze kleur. Deze kleur. Deze kleur. Deze en deze. Dit blijkt dus een trendeditie te zijn. Dus die ga ik dan ook eventjes gelijk even fotograferen. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Zo, dit was wel een lekkere productieve middag, kan ik zeggen. Ik heb de groente afgehaald. Ik heb het gehakt gedraaid. Want ik zie er altijd een beetje tegenop. Toen ik het eenmaal aan het kneden was, vond het eigenlijk best wel lekker aan. Lekker goed gekruid. Ik vind het altijd wel lekker als er een beetje goede kruiden in zit.
Dat was allemaal fijn. Toen ben ik naar boven gegaan. Toen heb ik sowieso dus fotospullen gepakt. Maar ik ben ook weer even wat aan het opruimen gegaan. Wat ook best wel vlot ging. Dat was wel fijn. Toen heb ik dus daarna de foto's even gemaakt. Die zijn klaar. Ik heb alleen op mijn tong gebeten. En ik zie niks, maar ik heb het gevoel dat het bloedde. Alleen als ik in de spiegel kijk, zie ik dus helemaal niks. Dus het zal wel meevallen, maar het geeft zo'n naar gevoel. Dus misschien dat er een blaadje opkomt of zo. Het ging natuurlijk ook heel per ongeluk. Het is niet dat je denkt, voor je lol laat ik ze op mijn tong bijten. Maar goed. Dus nu heb ik net het meeste weer opgeruimd. Alleen de lampen die moeten dan nog even afkoelen. Katjes hebben net lekker gegeten. Dus dat is allemaal fijn. Nu ga ik zometeen Ajax kijken. Want het is op de gratis zender. Dat is heel fijn. Dus ik kan het gewoon lekker kijken zonder onderbrekingen. Dus dat is wel lekker. Dus dan kan ik zo eerst nog even lekker wat drinken. En dan ga ik zo voor de wedstrijd zitten. Dus ik heb er wel zin in. Straks ook even lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Steenrijk Straat Arm even terug. En daarna heb je gewoon Steegman op de Bres wat ik even ga kijken. Dus ik wil nog wel even proberen of ik met Dreamlight Valley nog verder kom. Maar moet maar even kijken hoe ver dat gaat. Dan ga ik eventjes de foto's bewerken voor het artikel van morgen. Wil ik alvast even de thumbnail maken voor die video van dinsdag. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie. En vanavond heb ik weer Zie je Zijn. Dan ga ik mijn boek lezen en dan ga ik ook lekker naar bed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu toch eventjes helemaal, eventjes me lekker op de bank installeren, zodat ik lekker kan kijken naar Ajax. Dus ik hoop dat het een leuke pot wordt, dus ik ga het zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 22 januari. Ik ben klaargemaakt. Het is wel weer een beetje fris. Het waait iets minder hard. Het heeft gisteravond echt super hard gewaaid. Ik hoorde het echt helemaal door het huis heen gaan. Ik heb dan zeg maar een opzuiging. Dus die heb ik op een gegeven moment ook gewoon uitgezet. Ja, die gebruik ik ook altijd met koken en met douchen, zeg maar. Omdat ik dus geen raampje heb in mijn douche/toilet. Maar die heb ik op een gegeven moment uitgezet. Want je hoorde gewoon helemaal die wind daar doorheen komen. Op zich vond ik het wel een heel gezellig geluid. Maar het deed me ook gelijk wel weer wat kouder aan. Maar goed, het hoort er ook een beetje bij. Maar de wind is nu wel, het is nog wel iets wind, maar het is meer gaan liggen. Nou, ik heb gistermiddag natuurlijk eigenlijk gekeken. Het was weer een topwedstrijd. We hebben gewonnen. Het was een beetje jammer. We kregen op een gegeven moment een penalty. En meestal heb je zeg maar één speler die de vaste penalties neemt. Omdat diegene daar heel goed in is. En die zei heel coulant tegen een andere speler van pak jij die penalty maar. Want die had al twee keer gescoord. Want als jij hem erin schiet dan heb je een hat-trick. Ja, die miste. Dat was een beetje jammer. Toen zei de trainer ook later, dat moet hij niet meer doen. Want ja, dan moet je hem ook raken. En dat deed hij dus niet. Ik heb een beetje last van een traanoog weer. Dat is echt heel vervelend. Ik weet niet. Dat heb ik eens in de zoveel tijd. Ik heb gewoon lekker gegeten. Toen heb ik lekker Steenrijkstraat Arm even teruggekeken. Was een mooie uitzending. En daarna heb ik Steegman op de Bres gekeken. Was ook alweer bizar met een oplichter. En die loog ook de hele boel bij elkaar. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan. Ik kwam nu niet zo heel erg ver. Ik was dan zaterdag ging ik heel lekker en nu ging het iets minder. Maar goed, dat maakt niet uit. Soms heb je dat. Toen heb ik de foto's bewerkt en heb ik alvast de thumbnail afgemaakt voor de video van morgen. Want dat is vaak best wel veel werk. Dus dat is allemaal gelukt. Toen ben ik lekker de serie gaan kijken op Netflix. Heel spannend. Zit je er ook net lekker in. Dan is het natuurlijk afgelopen. Maar ja, dat hoort erbij. Ik zet even Siri uit, want ik zie dat die poging doet om te gaan praten. En daarna weer even Zie je Zij. En toen ben ik naar bed gegaan en heb mijn boek gelezen. Ja, muis. Je hebt een beetje een vies oogje. Dus dat was dat. Ik ga nu zometeen lekker de boel doen. De kattenbakken weer. En de gang en de douche. En nou, er moet nog een was opgevouwen worden. Dus ik heb nog genoeg te doen. Dus ik ga muziek aanzetten. En dan ga ik jullie gewoon weer gezellig meenemen in mijn klusjes. Dus tijd om aan de gang te gaan. Thank you.
Zo, ik ben wel lekker productief geweest. De gang is weer klaar, de douche is klaar, de kattenbakken zijn lekker schoon. Dus dat is wel weer heerlijk. Kliko staat al buiten, dus dat is ook fijn. Ah, die staat altijd buiten, maar die wordt morgen geleegd. Was is opgevouwen. Ik moet wel weer van de week echt dringend een was draaien, want de wasmat zit al best wel weer vol. Maar ik had vandaag even zoiets van, nou, eventjes niet. Ga ik woensdag of zo wel weer eventjes doen. Dus ik ben op zich wel lekker bezig geweest, maar ik had mijn nagels nog niet laten zien. Want ik heb mijn nagels dus gedaan gisteravond. Ik heb het lakje ook hier staan. Het is namelijk ook weer een wat ouder lakje uit de glitter in die Air collectie van Catrice. Het is dus dit kleurtje. Voor de mensen die het leuk vinden hoe dit kleurtje heet. 02 Live Love Shine. Ik vond hem wel weer een keer leuk. Een beetje dat zacht roze. Dus die had ik dus nog aangebracht. Kartjes hebben net lekker hun eten op. Nu ga ik zometeen nog even wat drinken. Want ik heb een beetje een droge mond. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen en eten. Het spinazie staat al in het water. Ik had hem al eventjes dus een keertje omgespoeld in het vergiet. En nu heb ik hem nog even in water gezet. En dan kan die even blijven staan. Maar ik had hem even in de roze bak gezet. Want ik heb de wasbak heb ik gescheurd. Ja, het heet eigenlijk, heet dat wasbak in de keuken? Nee, wasbak is eigenlijk in de badkamer. Nou ja, ik noem het even wasbak. Die heb ik even gescheurd. En er zitten nog een klein beetje restjes van het schuurmiddel in. Dus daar durfde ik de spinazie niet in te zetten. Want ik denk, dan heb ik straks schuurmiddel aan de spinazie. Dus die kan ik straks nog even een paar keer omspoelen. En dan kan ik die lekker eten. Want ik had hem natuurlijk vers geschept en deze is niet gewassen. Al moet ik wel zeggen, als ik gewassen spinazie koop, maar dat doe ik al bijna nooit meer. Want het is gewoon vaak te veel voor mij in mijn eentje. Was ik hem ook altijd nog wel. En lekker met het gehakt erbij, dus daar heb ik wel zin in. Vanavond heb ik gewoon een goede tijd. En ik denk dat ik nog wel weer even help mijn man eens klussen gaan kijken. Vind ik op zich altijd wel leuk om te zien. Misschien nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik lekker verder met Safe. En see is Safe? Nee, helemaal niet. Zit nog zo in die serie? Nee, ik ga verder met die andere Netflix-serie. Dan ga ik lekker CSI kijken en dan nog even lekker mijn boek lezen in bed. En dan ga ik lekker slapen. Dus dat wordt mijn avond. Ja, ik neem jullie een avond eigenlijk ook nooit mee met vloggen, bijna nooit. Want mijn avonden zijn zo niet interessant. Ik ben overdag heel productief, maar 's avonds ja, zit ik vaak gewoon lekker op de bank onder mijn kleedje. Dus dat is niet zo heel interessant. Ik ga jullie in ieder geval morgen dan weer zien. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 23 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik vind het gewoon nu weer koud. Dus gisteren had ik nergens last van. Maar ik heb nu gewoon een verwarming een tikkeltje aangedaan. Het slaat nergens op. Het is gewoon 8 graden buiten. Maar ja, ik heb het gewoon echt heel erg koud. Er wordt ook weer extreem weer verwacht. Dus zie ik nu net in de weerapp, dus we gaan het wel zien. Ik heb eventjes de nieuwe broek/legging aangetrokken van de Trapplies. En die ga ik jullie eventjes laten zien. Oh, het is nooit zo heel fijn. Die stofzuiger staat er natuurlijk voor. Maar dat is deze. En dat is gewoon die zwarte met die ribbeltjes. En dan heel leuk dit zo aan de voorkant. Ik vind hem echt heel mooi zitten. Hij had eigenlijk voor het mooie had het een, dit zeg maar had het een XS kunnen zijn. Maar ja, dat verkopen ze niet. Ja, dan had ik wel weer het probleem gehad met dat ik aan de onderkant heel slecht zou uitkomen. Want dan zou ik echt heel erg hoog water hebben. Ik vind het eigenlijk nog lekkerder als de broek nog langer zit. Maar goed, ik vind hem in ieder geval wel heel fijn zitten. Dus ik ben er wel heel blij mee. En ik vind dit soort broeken vind ik gewoon het heerlijkst als ik gewoon lekker thuis ben. Want dan zit je niet met zo'n knoop die in je buik loopt te prikken. Of zo'n rits die heel vervelend is. Dus ja, ik vind hem echt ideaal. Ik geloof dat hij 5-6 euro heeft gekost. Ik had hem toevallig eventjes met de handwas meegewassen. Maar ik vind hem echt fantastisch. Het is alleen niet een super warm stofje. Maar goed, ik ben toch thuis. Ik had trouwens ook weer eventjes Tessa spijkers gekocht. Deze. Ik heb meestal deze. Ik wilde de foto ophangen van mijn nichtjes en mezelf. Ik wou zeggen de nichtjes, maar dat klinkt zo niet leuk. Ik bedoel natuurlijk mijn lieve nichtjes en mezelf. Oh, daar gaat een container.
Ik had dus nog die spijkers liggen die ik toen had gekocht voor het schilderij in de slaapkamer. Maar die paste ook niet in het fotolijstje. Dus toen dacht ik, dan bestel ik deze. Maar ik heb ze bij bol.com besteld. Was ook geen verzendkosten. Deze kun je zo omhoog schuiven. Want ik wilde net het fotolijstje ophangen, zeg maar, in de muur. Waar ik gewoon zelf niet doorheen ga komen. Dat wordt gewoon frustratie, want het is een buitenmuur. Dus dan werk ik het liefst gewoon met die spijkers. En die dingen zijn gewoon ideaal. En bij bol.com, ik geloof dat die 5,5 nog wat was. Geen verzendkosten, dus helemaal dikke prima. Ik denk dat ik bij de bouwmarkt duurder uit zou zijn. Dus daar ben ik blij mee. Dan kan ik die ook even ophangen. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden. En daarna Helpt Mijn Man Is Klusser. Was wel interessant. Ook wel, ja, deze mensen hadden ook best wel veel spullen. Het had het huis dan best wel veel vol met spullen gebouwd, zeg maar. Ook de badkamer helemaal vol. Dat je echt dacht, hoe kun je daar douchen? Maar ja, goed. Uiteindelijk, het resultaat was heel erg mooi geworden. Dus, nou, prima. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. En toen ben ik verder gegaan met de serie op Netflix. Ja, ik vind hem echt super goed. Ik zit er echt gelijk ook in. Het zijn wel langere afleveringen. Deze duren zo om en nabij 56 minuten. Het kan natuurlijk nog wel eens een beetje verschillen. Maar ja, ik zit er gewoon heel erg lekker in. Ik vind het heel erg spannend. Je ziet ook weer mensen die dingen verborgen houden. Ja, ik vind het echt heel spannend. En daarna nog even CSI. En toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Ook zo'n leuk boek wat ik aan het lezen ben. Dan vind ik het zo moeilijk om te stoppen. Maar op een gegeven moment stop ik natuurlijk wel. En toen ben ik gaan slapen. Nu ga ik zo even stofzuigen. En dan ga ik de video opnemen voor zaterdag. Daar heb ik ook wel zin in. Wel leuk weer eventjes. En nou ja, goed. Dat is eigenlijk de planning. En daarna nog eventjes lekker aan mijn diamond painting. Daar heb ik ook zin in. Ik vind dat gewoon altijd heerlijk. Op dinsdag eigenlijk een beetje zo'n soort van relax dagje. Ik weet nog wel. Eerder was mijn planning altijd anders. Toen deed ik op maandag dat soort dingetjes. En dan op dinsdag juist alle grote schoonmaakdingen. Maar toen is dat eens een keer omgegooid. Met mijn coach dat ze op dinsdag ging komen. Toen moest ik alles omdraaien. En ik vind het nu zo lekker dat ik op dinsdag gewoon eventjes lekker dat relaxte heb. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik ga dat eventjes doen en ik neem jullie straks nog even mee. Katjes hebben net gegeten. Ik moet weer niezen, maar het lukt niet. Video opnemen ging eigenlijk best wel lekker. Ging wel vlot. Daar was ik ook wel blij mee. Dus ja, dat is altijd fijn als het goed loopt. Nou, diamond painting ging ook eigenlijk wel lekker. 1 hondje is af. Dus ik ben nu met de tweede bezig. Maar omdat het best wel klein is, is het soms best wel lastig te zien. Dus moet je echt heel goed kijken. Maar het ging op zich ook wel lekker. Het is hier inmiddels ook beginnen met regenen. Of begonnen met regenen, moet ik zeggen. Dat vind ik ook op zich wel gezellig. Nou, katjes hebben net weer gesmikkeld, dus dat is ook altijd weer fijn. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen, want ja, ik heb dus een klein beetje koud. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond krijg ik gewoon Goede Tijden en je hebt weer Made It First Sight. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Nou, dan ga ik de vlog afmaken, misschien nog even een spelletje doen. Als het nog lukt, heb ik nog eventjes de foto's voor de blogpost van morgen bewerken. Dan ga ik weer lekker verder met mijn Netflix-serie.
En daarna nog CSI. Ik ben benieuwd hoeveel ik er nog heb. Het zal niet heel lang meer duren. Dan ga ik lekker naar bed. Dan ga ik nog even lekker mijn boek lezen. En dan ja, is het ook wel weer tijd om lekker te gaan slapen. Ja, ik ga bij deze dan ook gewoon de vlog afsluiten. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Even wat drinken en een beetje opwarmen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!